Dank voor de uitnodiging om hier vanavond iets te mogen bijdragen aan dit prachtige project. Ik wil het heel kort met u hebben over de problemen van de democratie en de belangrijkste oplossingen die ik daarvoor zie. Democratie, zoals we die kennen in Nederland, kent een aantal problemen. Er gaat ook ontzettend veel goed in Nederland, dat moeten we zeker niet vergeten. We hebben een goed functionerende rechtsstaat over het algemeen, de schandalen natuurlijk daar gelaten. Maar er zijn ook een aantal hardnekkige problemen die steeds weer terugkomen. Drie wil ik er noemen. Allereerst de toegenomen complexiteit van het openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is in de loop van tientallen jaren ingewikkelder geworden door de toevoering van nieuwe bestuurslagen, Europa, allerlei samenwerkingsverbanden. Het is ontzettend moeilijk voor burgers en ook voor politici en bestuurders zelf om daar nog op een goede manier mee om te kunnen gaan. Complexiteit is probleem nummer 1. Probleem nummer 2, ook al zou ik probleem hier wel tussen aanhalingstekens willen zetten, is dat burgers in de loop van de jaren steeds mondiger zijn geworden. We zien dat natuurlijk allemaal als een hele positieve ontwikkeling. Maar het heeft gevolgen voor het functioneren van de democratie. Burgers willen meer van het openbaar bestuur, zijn actiever geworden en laten zich ook niet meer zomaar wegzetten. Het derde probleem waar ik op wil wijzen is de crisis waar politieke partijen zich in bevinden. Dat is langzaam gekomen, maar daarom is die crisis niet minder reëel en die lijkt steeds ernstiger te worden. Het belangrijkste verschijnsel wat we daarvan in Nederland zien is de enorme versplintering van de politiek van de partijen. En als gevolg daarvan enorme wisselingen in verkiezingsuitslagen van de ene op de andere verkiezing. Ik kom daar zo op terug. Die eerste twee ontwikkelingen die ik heb genoemd, de complexiteit en de mondige burger, dat zijn zaken, daar doe je niks aan. Je kunt het problemen noemen, maar je kunt het ook als gegevenheden beschouwen. En zoals ik al heb gezegd, complexiteit kunnen we proberen eenvoudiger te maken, maar het hoort een beetje bij de manier zoals we als bestuur hebben ingericht. De mondige burger is een verworvenheid, dus die moet je koesteren. Het derde probleem kom ik sowieso zometeen nog op terug. Kijken we naar wat er is opgehaald in Flevoland vorig jaar in alle panelgesprekken. Ik heb gelezen wat er is opgehaald. Wat mij opviel is dat daar, als het over democratie gaat, twee punten echt uitspringen. Het eerste is, wat mensen graag willen in 2050, is meer identiteit, identificatie met de gemeenschap. Meer saamhorigheidsgevoel, gedeelde waarden. Het tweede wat heel vaak wordt genoemd is meer mogelijkheden om in te spreken, mee te doen met het openbaar bestuur. Toen ik dat las, toen was ik ook enthousiast om een essay te gaan bijdragen, want ik dacht, ik weet niet of dit wel de goede aanknopingspunten zijn voor de democratie in 2050. Gedeelde identiteit, gedeelde waarden, we willen dat allemaal natuurlijk, maar ook onze samenleving, alleen ons bestuur is complexer geworden. En die identiteit, Maxima heeft dat al een hele tijd geleden gezegd, in Nederland is iets leuks om aan terug te denken, maar ik denk niet dat dat ooit nog wordt zoals we nu denken dat het 100 jaar geleden was. Als het gaat om democratisering en deelnemen aan de politiek en het openbaar bestuur, denk ik vaak dat de verwachtingen erg hoog gespannen zijn. Met name de verwachtingen van nieuwe inspraakvormen, burgerraden, wat we daarbij zien is dat allerlei nieuwe manieren om mensen te laten deelnemen aan het openbaar bestuur toch vaak meer mogelijkheden bieden voor dezelfde mensen. En de groep die je graag zou willen bereiken, die wordt ook met nieuwe manieren nog niet bereikt. Dus daar zie ik wel een probleem bij. Wat moet er dan wel gebeuren? Nou, ik noemde net al het derde grote probleem van de democratie, de crisis van de politieke partijen. Daar zitten volgens mij de aanknopingspunten. Uiteindelijk zijn de politieke partijen in Nederland de scharnieren tussen het politieke systeem en de samenleving. En alleen die partijen of de organisaties op die plek zijn in staat om het systeem, de cultuur en het functioneren van de politiek te verbeteren. Kijk naar de laatste verkiezingsuitslag. Fragmentatie alom, de boerenburgerbeweging die overal wint, ook hier. Maar ze gaan het in hun eentje niet redden. Alleen door samen te werken met elkaar en door goed met elkaar af te spreken hoe je in de komende tijd de organisatie opbouwt, kun je daar iets aan doen. En nu heb ik 4 seconden, dus ik houd er liever maar mee op. Dankjewel.